We hebben ook nog post binnengekregen. En dan hebben we... Toen kwam alles zo mooi samen. Dat ging even net anders dan verwacht. Want die deksel ligt erop, maar die gaat er niet overheen. En ik heb er helemaal zin in, maar het voelt ook echt heel raar. Oh, het is koud, echt. Ik snel die auto in. Goedemorgen, welkom bij deze nieuwe vlog. Het is vandaag dinsdag. Mama en ik liggen nog even in bed. Ik heb er nog even geslapen. Mama zit even op de telefoon. Goedemorgen. Goedemorgen. Zo, dat is wel heel dichtbij. Verder kan ik niet, dat was de pijn. Oké, ik sta er alles charmant op, zo mop. Echt... Ik lijk wel zo, kijk. Wat ben ik, zie ik er bruinig uit naast jou? Zo bruin ben ik niet. Kijk. Wel. Echt heel vaag. Goedemorgen, mop. Misschien komt dat omdat het nog een beetje donker is. Ja. Goedemorgen. Goedemorgen. Het is bij mij niet donkerder dan bij jou, hoor. Ik heb me ondertussen gedoucht aangekleed. Ik ga gelijk mijn outfit laten zien. Trui. Ik kom er even niet op Selected Fem. Weer een Mile High van Levi's. Leuk vind ik dat deze heleboel verschillende broeken heeft natuurlijk. Ik had nu even deze aan omdat ik net naar buiten ben geweest om dingen te doen. Mama, wil je een vest springen? Oh ja, dat ben ik vergeten mee te nemen. Ik heb allemaal dingetjes al in huis gedaan. En ik was elke keer, ik heb de bak gehaald, ik moest naar de auto, dus ik had deze schoen die stond nog van gisteren. Om even heen en weer te lopen. Ik ga dadelijk wel andere schoenen pakken als we de deur uitgaan. Maar eerst even lunchen. We hebben ook nog post binnengekregen voor Sarah. Deze en deze. Zullen we eerst deze openmaken? De grote roze doos. Lukt dat? Hij zit heel goed dicht, maar ik schuim hem hier langs. Oh, daar zit ook tape. Hij zit wel heel goed getaped. Ik begin wel hier. Of anders moet je even een schaartje pakken. Ja, dat ik scheur mijn nagels nu nog verder. Dat is niet echt heel handig. Sarah die heeft LOL slippers voor op school. Laat me even zien. Ze zien er wel groot uit, maar laat maar zien. Gaan we kijken of dat ook zo is. Zo, bijna slippers in mijn gezicht. Even kijken. Als ze een beetje ruim zijn. Nou ja, ze zijn wel een beetje ruim. Ja, er zit nog folie in. Ja, lekker. Oh, ze ruiken ook. Ja, ze zijn heel groot zelfs. Terwijl ze vallen dan gewoon heel groot. Oh, kijk nou. Ze hebben de verkeerde maat opgestuurd. Het is 4,35 en ik had 30,31 besteld. Maar probeer het eens met lopen, want anders zijn ze daar niet op tijd voor school. Ga het eens proberen. Want anders heb je maar iets te groot voor in de klas. Dan groei je er maar in. En anders heb je daar weer niet op tijd. Volgens mij gaat het wel, hè? Oh, pas op, er zitten bandjes aan. Dombo. Maar het loopt niet zo lekker. Oh, nee, ik zie het. Moeten we even kijken hoe we dat gaan doen. Ja, nu zijn we een Ja, dat maakt niet zo uit. En dan hebben we... Wat dit? Ja! Ik denk, die doen we maar als tweede, want... Sarah, dit gaat niet wat je doet. Als ik die eerst had gedaan, had je geen aandacht meer gehad voor de tweede. Ben je helemaal gelukkig met Poppit? Ja, want ik wil hem zo gaan hebben. Ik weet het. Je hebt zelf van je zakgeld gekocht, hè? Helemaal leuk. Kijk, dit dus. Nou, dan moet je dit dus heel de tijd indrukken. Nou, dit dus heel de tijd. En dan draai je hem om. Ik snap het niet. Denise snapt het gisteren ook niet, want Lola had er ook een. Gekregen dus wel. Ja, maakt niet uit. Maar bij je... Ik weet niet, noppenfolie snap ik nog wel, maar dit niet. Maar... Ze vinden het allemaal helemaal geweldig. Oh, wil je die gelijk trouwens mee naar oma? Ja. Vast wel, hè? Okay. Ja, oma gaat het ook te gek vinden. Oh, oma gaat het vast wel te gek vinden. Net zoals met dat, hoe heet het, dat je zo figuren kan maken. De Z-string. Oh ja, Z-string. Ja, ik heb er zelf een, maar ik moet de handleiding.
Nou ja, oma weet heel veel figuren. En oma heeft ook een Z-string liggen. Dus dan kan je het gewoon bij oma met oma's Z-string. We hebben dezelfde. Ja. Oké, Justin net heb ik mijn poppet gekregen. De slippers waren in verkeerde maat. Het was 34, 35. Maar die maat heb ik nog niet. Oh. Ik ga nu even laten zien hoe ik heel veel keer mijn poppet doe. Ik heb vandaag deze Guess sneakerwatches aangedaan. En nee hoor, want die heb ik net pas aan. En mijn Michael Kors tas erbij. Tijd om de deur uit te gaan. Ik ga Sarah naar de afspraak brengen. Dan ga ik naar mijn moeder, doe ik een bakje thee. En mama, met... kan je dat vragen met oma? Ja, maar ik weet niet of oma hier gaat halen met dit weer. Dan gaat iemand Sarah ophalen. Dan eten we daar. Dan ga ik alleen naar huis. En dan blijft Sarah logeren. En dan ga ik lekker in bad en ga ik een film kijken. Ja, vast wel. Maar Marco en ik hebben morgen een afspraak. En dan hadden we toch oppas nodig. En Sarah wilde logeren. Dus toen kwam alles zo mooi samen. Ik heb lekker thee en vandaag roze koeken. En dit heb ik echt, nou, denk ik, jaren niet meer op. Echt te grappig. Dat ging even net anders dan verwacht. Mijn broertje wilde Sarah ophalen, vraagt ze vaak. En die was dus onderweg, maar het waait al heel hard. En toen was hij een klein stukje onderweg en toen begon het dus best wel hard te regenen. Dus hij bellen, kan jij niet meer gaan? Nou, het regent nu echt heel hard. De ruitenwissers af en toe. Dit doen ze trouwens al sinds het moment dat ze er nieuw op staat. Deze ruitenwissers hebben altijd herrie gemaakt. Echt heel vervelend is dat. Maar ik moet ze wel laten vangen, maar ja. Of ik wil ze laten vangen, maar als ze dan weer precies zo doen, dan is het ook weer zo nutteloos. Ik doe snel mijn jas en mijn tas aan, maar met de auto ben ik iets sneller. Want het, ja, je rijdt parallel aan wat je loopt. Dus het scheelt qua afstand eigenlijk bijna niks. Soms heb je natuurlijk dat je lopend binnendoor kan, maar dat gaat hier niet echt op. En toen was ik wel heel snel klaar. Dus ik ga haast. Nou, toen we niet. Toen nog even snel laten. En nu dan snel ophalen. En dan gaan we weer terug. Ik ben weer thuis. En we hebben lekker gegeten. We hebben soep gegeten. Sarah is daar nu logeren. En ik heb deze meegekregen. Die is van mij en mijn broertje van vroeger. Te grappig. Dit is trouwens alleen deksel. Want die doos zit zo vol. Kijk, kan ik je laten zien. Dit was ook echt drama. Want die deksel ligt erop, maar die gaat er niet overheen. En het waait best wel buiten, dus ik liep buiten. Maar ik had nog mijn tas en nog een andere tas met, waar ik net spullen in mee had. Dus ik liep best wel vol, maar elke keer waaiende, ging die deksel weer omhoog. En dan rolden de dingen uit. En dan wordt het heel zwaar tillen, want ik liep helemaal zo dat die deksel er niet af kan. Nou, echt een van de zwaarste keren naar huis, dingen tillen ooit. Maar het is gelukt. Ik heb hem thuis gekregen met alle onderdelen. Dus ik ga nu even de tassen allemaal opruimen. En de picknick komt vandaag vroeg. Dus dat is wel lekker. En ik heb nog Eva. Hij zal over 3 kwartier tot 1 uur komen. Dus misschien dat ik dan nog even kan editen. En dan ben ik vroeg klaar. En dan kan ik even kijken wat ik met mijn avond kan doen. Ik heb weer heel veel boodschappen. En ik heb deze besteld. Die hadden we met de Pasen. En Lola vond het zo lekker dat ik ze meegeven. En sindsdien heb ik er elke keer trek in. En nu heb ik ze weer. Ik ga gewoon zomaar de deur uit 's avonds. Mommy's night off. Ik heb er helemaal zin in, maar het voelt ook echt heel raar. Want natuurlijk met die avondklok, vaak tegen de tijd dat Marco dan thuis was, had het voor mij al geen zin meer om de deur uit te gaan. Ja, want eer dat je dan ergens bent, dan kan je terug of je redt het niet eens om er op tijd te zijn voordat je al terug moet. Dus nu kon ik zomaar de deur uit. Dus ik ga even bij Sarah even een bakje doen, even kletsen. Even gezellig doen. Het voelt echt als een soort avontuur, omdat het zo lang geleden is. Het is echt bizar. Ik kan het niet uitleggen, maar het is gewoon raar. Maar ik vind het wel leuk raar, zeg maar. Goed raar. I like the way you move. Oh, het is koud, echt. Ik wil echt snel die auto in. Het was heel gezellig. Ik ben niet super lang gebleven, want Sarah moet ook gewoon morgen werken. En ik wilde wel een beetje in een normaal ritme blijven. Oh, zo. Vaag. Ik dacht even dat die deur open stond van de auto. Maar er is precies een randje licht wat op metaal schijnt.
Dus het leek net een keer, maar het is weer kaatsing. Ik ga snel naar huis rijden. Oh, het is koud in de auto. Ik ben weer thuis en ik heb opeens echt super honger. Dus ik ben niet scherp. Hallo? Zo wel. Dus ik heb een appeltje gepakt. Ik ga nog heel even kort tv kijken voordat ik naar bed ga. En het stomme is, nu is Sarah er niet. En dan kan ik het in principe laat maken en alles. En het is voor mij nu echt heel vroeg, want ik wil daarna gewoon lekker mijn bed in. Het is 11:15 en ik ga mijn bedje in. Heerlijk. Echt stom. Maar als ik naar school moet en vroeg op moet, dan wil ik niet. En nu wil ik wel. Dus ik ga lekker slapen. In ieder geval mijn gezicht nog doen. Oh, ik wilde deze uitdoen. En dan lekker mijn bed inkruipen. Dus ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik even op abonneren hieronder. Dan zie ik je morgen weer. Doei doei!